De nominaties voor de Herman Krikhaarprijs 2016 zijn bekend. Eén ervan is Emar Renita. Wel gefeliciteerd, Emar Renita, met de nominatie voor de Herman Krikhaarprijs. Hoe heb je dat ervaren? Hoe ik dat heb ervaren? Eigenlijk als een heel groot verrassing. Want ik was eigenlijk helemaal niet mee bezig met het, met het kunst maken voor Almelo, zeg maar, eigenlijk voor mezelf. Hmm. En dan word je in één keer genomineerd. Nou ja, je graffitiwerk springt in het oog, hè? Vertel eens, wat doe je nog meer? Ik maak muziek, ik ben rapper, schrijf veel. En door het schrijven organiseer ik ook evenementen zoals Poetry Slams. Doen we in de bibliotheek van Almelo. Wat doe ik daarnaast nog meer? Schilderen, tekenen, dus dingen ontwerpen, grafisch. Je staat hier voor een van je werken. Kan je zeggen wat het eigenlijk symboliseert? Eigenlijk is het de geschiedenis van de club. Ik ben helemaal, blijkbaar wanneer ik bezig ben met de stad, zeg maar, denk ik heel snel aan de geschiedenis van de stad. En wat je hier ziet is eigenlijk de verandering, de evolutie van de club. Dus het begint bij de oudere shirt naar tot heden, zeg maar. Ja, want Oranje Nassau speelt een belangrijke rol in je leven, hè? Jawel, eigenlijk wel. Ik heb 14 jaar altijd gespeeld. Dus de meeste jongens die ken ik ook best hiervan. En zo ben ik ook weer eigenlijk, omdat ik een paar jaar geleden ben gestopt, ben ik toch weer aan het opdracht gekomen. En dan blijf je toch weer terugkomen naar je club. Heb je nog plannen voor de toekomst? Ja, eigenlijk wel. Hm. Sowieso met muziek veel gaan doen. En daarnaast ben ik voor de binnenstad van Almelo bezig. Met bijvoorbeeld de gat van Talamini. Ja, die heeft gewoon een opknapping nodig. En meer beleving. Dus wat de bedoeling is om daar iets te creëren voor kinderen, maar ook voor de straatmuzikanten, voor kleine evenementjes, mensen voor op het terras kunnen zitten en genieten van het beelden te zien. Ja. Het hek gaat daar weg? Het hek gaat daar weg. Ja. Dus daar gaan we in september mee beginnen. Wat je daar eigenlijk een beetje ziet, bijvoorbeeld op de wand, ga je de geschiedenis van Almelo terugzien. Dat is de bedoeling. We hebben met drie partijen daar worden mee aan het werk gaan. De Stichting NTK, de Nieuwe Twentse Kunst, de Wevershuisje, klopt dat? Ja. En dan mijn eigen partij. En dan gaan we eigenlijk graffiti met schilderkunsten samenbrengen en tot een mooie geschiedenis van Almelo, een mooi plaatje, zeg maar. En daar omheen krijg je speeltoestellen voor kinderen, een podiumpje, ja, verhoging, zeg maar, voor straatmuzikant of wat dan ook. Maar dat je ook daar rustig kan zitten chillen.